Sportsliefhebbers, welkom bij de Proximus ePro League en dit voor speeldag 14. Nog twee speeldagen moeten we afwerken en het reguliere seizoen, Alex, zit er helemaal op. Ben oui, matchday 14. C'est pas un 14 février, mais ce 14, je le porte quand même comme beaucoup d'amour pour toi, Mathias, aujourd'hui. Ja, we gaan misschien een traantje beginnen laten, want het gaat heel snel eigenlijk. Ouais, ja, dat reguliere seizoen is bijna gedaan. Ben oui, heureusement, on a eu beaucoup de beaux matchs, on a eu beaucoup d'intensité, mais on sait qu'aujourd'hui est le dernier matchday, le 15, ça sera vraiment la fête. Ja, er is nog heel veel om voor te spelen. De derde periodetitel bijvoorbeeld. De drie beste plaatsen na de periodekampioenen ook nog. Om rechtstreeks naar de Champions Playoffs door te gaan. En dan natuurlijk ja, alle andere plaatsen in dat klassement. En je wil natuurlijk niet bij de laatste drie eindigen, want dan is het helemaal over en out je seizoen. Dit is het programma voor speeldag 14. Al sinds de eerste vier wedstrijden. Met Mechelen tegen Westerlo. Kortrijk tegen Antwerpen. Dat wordt onze premiumpartij. Charleroi neemt het op tegen Cercle Brugge. En RWDM neemt het op tegen Anderlecht. Een Brusselse derby om te beginnen. Cercle, dat is ook wel een leuke. Want ja, Mataks, ex-speler van Charleroi, neemt het op tegen de huidige speler van Charleroi. En comme tu le disais, beaucoup de matchs qui ont de l'influence sur le classement général, qui ont de l'influence sur les places pour aller au play-off, pour aller en play-in, sur qui va à la fin de la saison ne plus avoir de match. Hein, les trois derniers, donc ces affiches vont beaucoup signifier, mais ce ne sont pas les seules affiches de la journée, bien sûr. Ja, dit is het algemene klassement. Club Brugge nog altijd aan de leiding, ondanks het feit dat Rudy Ekman vorig weekend, of vorige week beter gezegd, zijn eerste partij wist te verliezen. 34 punten, twee ploegen op 3 punten met Union en met Genk. We hebben Mechelen op plaats 4, Standaard op plaats 5, Leuven op plaats 6. En dan begint het heel interessant te worden natuurlijk voor die plaatsen richting de play-ins. Westerlo en Cercle Brugge staan er het beste voor aan de linkerkolom van het klassement. Maar ook Charleroi en Gent hebben dus in totaal 19 punten. Antwerpen en Sint-Truiden hebben allebei 13 punten. En dan komen we dus aan die hele belangrijke strijd onderaan het klassement. De laatste drie dus. Voor die drie eindigt het binnen twee wedstrijden. En er zijn eigenlijk nog vier ploegen die dus strijden om dus die laatste drie plaatsen te vermijden. En oui, on a toujours tendance à regarder le haut du classement et se dire que c'est là qu'on doit regarder. Mais je pense que dans ces deux dernières journées, le bas du classement va être au moins aussi intéressant avec quatre équipes pour une place. Ja, en laat nu net het toeval willen dat twee van die vier ploegen zo meteen elkaar in de ogen kijken met dus Anderlecht tegen RWDM. Dat wordt extra spicy. De derde periodetitel, daar zijn we ook naar aan het kijken natuurlijk. En daar staat op dit moment, om het kort te zeggen, Alex, Union Saint-Gilloise het beste voor. Oui, l'Union est à les meilleurs papiers hein, pour ce titre de période, mais devra quand même faire attention pour le Cercle de Bruges, Malines ou Anderlecht, qui sont à 3 points et donc à une possible défaite et victoire de l'Union. Et pourquoi je skip Genk et Bruges, c'est parce qu'eux ont bien sûr déjà gagné un titre de période. Yes, voilà. En dat allemaal voor zometeen natuurlijk, want eerst gaan we eventjes schakelen naar onze reporter ter plaatse. Ook Tom is er weer helemaal bij. Tom, goeiedag. Een goede dag, Mathias. Hallo daar. Tom, wie heb je bij jou? Ik heb Louis van STVV bij mij en ik ga hem een paar vraagjes stellen nu. Louis, dis-moi, t'es virtuellement t'es qualifié pour les qualifiers. Est-ce que c'était l'objectif que tu t'étais donné au début de la saison? Pas trop, non. En vrai, je voulais viser les playoffs. C'est pas assez bien passé, j'ai pas assez souvent joué mon jeu. Et donc maintenant, j'ai profité des derniers matchs pour prendre la confiance pour les play-in. Et là, essayer de me qualifier au play-off. En tout cas, ça va être encore très serré pour le dernier ticket pour les qualifiers. Qui est-ce que tu penses qui va avoir ce ticket? Oussama, il va passer, je pense. Il a fait une très très bonne. Il est en bonne forme. Et après, c'est compliqué à dire. Je pense Zach, il est aussi en forme, donc peut-être Zach. Merci beaucoup, Louis. Ja, Louis kan rustig op zijn lauwer liggen natuurlijk, maar onder hem zal het nog heel spannend zijn. En hij denkt misschien wel Zak of Oussama. Ja, we gaan dezelfde vraag misschien voorleggen aan onze expert voor deze voorlaatste speeldag van het reguliere seizoen. Mr. Dury is er opnieuw. Hello, Hakim. Guess who's back. Guess who's back? Back again. Will the real Mr. Dury please stand up? Blijkbaar. Jij hebt al genoeg Brian gehad in de laatste afleveringen. We hebben hem genoeg op televisie gezien. Het is oké. We moeten wat West-Vlaams pittig accent erbij krijgen. Dus vandaar zijn we er weer. Dat is een campagne, carrément. Ja, zeker en vast. Zeker en vast. C'est pour ça que je parle français aussi. Ben oui, bien Hakim, we kijken heel vaak natuurlijk naar de bovenste regionen van het klassement. Maar toch misschien wel heel belangrijk om dat toch even in de picture te zetten. Drie ploegen haken dus af binnen twee speeldagen. En er zijn eigenlijk nog vier ploegen die daarvoor aan het strijden zijn.
Het wordt een zeer interessante strijd tussen die ploegen ook. Ze komen elkaar denk ik niet rechtstreeks tegen, maar er zijn wel vier ploegen. Anderlecht tegen RWDM nu. Ja, dat is denk ik ook een van de enige rechtstreekse duellen waar beide spelers eigenlijk nog steeds aanspraak maken of aansteld maken om toch nog erin te blijven. Ja. Maar het zal een hele interessante wedstrijd zijn, denk ik, tussen deze twee mannen. En natuurlijk, een van de twee ploegen, zometeen ook hier op onze mainstage in onze premiumpartij, KV Kortrijk. Hè. Die gaat zich daar ook tussen mengen. Ja, ook Mansen, die wil toch weer tonen wat hij kan. En ik denk ook dat Mansen op dat moment zich gaat willen bewijzen, vooral tegen Antwerpen ook. De twee rode ploegen die het tegen elkaar zullen opnemen. Ça va donner quand même un peu de spectacle. Je pense. Match. Ou bien un 7-0 à la part de Zimet, ou bien on va voir un match très serré. Quand même. Alors, moi j'ai de voir. Ja, je bent wel onze analist en onze expert, maar ga je toch neutraal kunnen blijven ergens, KV Kortrijk? Het is het vijfde jaar dat ik de Proximus e-pro league doe. En ik denk dat ik al vijf jaar mijn voorliefde zeker heb kunnen tonen, maar dat ik wel altijd met een nuchtere blik op het spel kan kijken. Dus dat is een volledig ander aspect. Kijk, twee duimpjes voor Mr. Dury. Die gaan we dus nog later in deze uitzending terugzien voor heel wat hoogtepunten en analyses. Wij zijn dan klaar voor de start van deze speeldag. Natuurlijk ook extra actie allemaal te volgen op ons Instagram-account eProLeague.be. En alle schermen worden nu van Samsung, een van onze sponsors, klaargezet om dus aan deze 14e speeldag te beginnen. En we voelen de spanning. Ik proef en ik ruik een beetje angstzweet. Pour les gens qui ne le savent pas, normalement avant le match, il y a quand même un peu de bruit derrière et puis il y a quelqu'un de la production qui demande à tout le monde d'être calme. Aujourd'hui, c'était calme, silence, plat. On n'a pas entendu quelqu'un, on n'a pas vu de « Oh, comment ça va ?» Non. Tout le monde focus, concentré et on est parti pour ce match. Hoe gaat dat liedje, hein? Let's get down to business. Je connais pas. Ken je dat niet? Je connais pas. Heel goed liedje. On va écouter ça tantôt. De aanval, meteen al een goeie. Ronaldinho kan doorgaan en scoren meteen. Jawel, daar is al meteen een doelpunt. En het is Antwerp dat de openingsgoal scoort met Ronaldinho. Zimet qui chipote pas. Directement, première action dans les 16 mètres. Ronaldinho, extérieur du pied et ses buts. Ja, en Mansen schudt meteen van nee. Het is nog heel vroeg in de partij, nog tijd genoeg om de zaken recht te proberen trekken. Maar Antwerp dus. Eerste doelpunt gemaakt van deze speeldag. En Chadderois heeft zijn voorbeeld gevolgd. Want NB is 1-0 voorgekomen tegen Mattax van Cercle. En Mans, qui nous disait il y a quelques journées précédentes en interview, il disait c'est pas mon jeu cette année, ce jeu me convient pas. Mais il a quand même une occasion ici avec ce match de peut-être quand même se placer en dernier pour ses qualifiers. Et même quand on fait une moindre saison, c'est une occasion qu'on ne veut pas laisser filer. Donc on va voir quand même comment il va répondre à ce but rapide de Zimet. Klassement er ook even bij pakken voor bij ons specifiek. Want we moeten natuurlijk alles op de voet volgen. Doku, bal kwijt, dan toch weer kunnen recupereren. Krijgt een basisplaats bij Mansen. Zimet nu in de opbouw met Mbappé. Van Dijk. Ja, in principe Zimet dus een zekerheidje voor onze play-ins of onze play-off qualifiers, zoals u het wil noemen. Zimet qui joue ici un magnifique ballon pour retrouver après Puteas dans les 16 mètres. Un peu de chance, peut-être non. Bellingham pour Mbappé qui entre dans les 16. Mais bien défendu de la part de Courtrai. Ja, wat ik wel leuk vind aan de ploeg van Kortrijk is dat Mansen toch een aantal Belgische accenten daarin wil leggen. Zo zijn er basisplaatsen voor Vincent Kompany en voor deze Jeremy Doku. Eh oui. I like. Ben oui, moi aussi. Hein. On sait que Dury aime bien faire la promotion de Kortrijk. Oh là là. Je ferai la promotion de Nerbet. Et ici maintenant Cancelo pour Anvers. Anvers, l'Antwerp qui repart sur le flanc gauche. De Bruyne, lateraal Bellingham, snelle balcirculatie bij Zimet. João Cancelo. Cancelo gaat door, 45 eruit gehaald, opletten hier. Oh, wat gebeurt er? Oh, het is toch niet te geloven, wat een goal dit.
Dit kan je niet menen. De bal geraakt niet weg aan het doel van KV Kortrijk. Ja, dan is dit echt wel een vreselijk doelpunt om te moeten slikken. Niet normaal dit. J'ai pas les mots. Oh. J'ai pas les mots pour ce but qui vient d'encaisser. Ça c'est... Dit kan toch niet. Dit kan toch werkelijk niet. En dan lijkt het een on-goal zelfs te zijn. Ja, het is effectief een on-goal van Petr Cech. Het is ongelooflijk dit. Je vais être honnête avec vous. Il est fâché. En terecht. Mais j'aurais été plus fâché que ça. Si ça m'arrive, j'aurais complètement pété un câble. Faut être honnête. J'aurais pété un câble parce que ça fait... Fou, c'est compliqué d'encaisser un but comme ça. On essaie de revenir au score. Quelque chose qu'on peut complètement pas contrôler. Hein. Nee, en dit kan een heel ander licht laten schijnen over dit treffen natuurlijk, hè, tussen Kortrijk en Antwerp. Ja. Nu moet Mansen twee doelpunten gaan goedmaken. In RWDM tegen Anderlecht is er gescoord. RWDM, Pharaon, op de vorige speeldag een forfait-nederlaag aangesmeerd gekregen. Waardoor Mansen dus drie punten pakte. Heel belangrijke drie punten onderaan dat klassement. Maar voorlopig Pharaon 1-0 aan het winnen tegen Zak Bentato. En du côté de Charleroi, on voit que le cercle a égalisé. Donc on a un score de 1-1. En du côté de Malines, on a Westerlo qui mène 0-1. Mbappé. Quel passe. Dat is een goede bal. Ja, en als dit dan ook niet wil meevallen. C'était une magnifique passe. Heel splijtend was het, maar geen doelpunt voor Kortrijk. Misschien wat druk kan hij zetten op Simmet. Probeert uit te voetballen en dat lijkt ook aardig te lukken. Wat een vreselijke goal zagen we zo net. Die tweede van Antwerp. Ouais, c'est un coup au moral, on le sent aussi. Et maintenant l'Antwerp qui revient. Ronaldo sur ce flanc gauche, Davis, Ronaldinho qui dribble. De Bruyne, Bellingham en un temps, Mbappé dans les 16 mètres et le gardien bien bougé le gardien sur cette action, bien anticipé, qui fait que Mbappé a complètement raté le cadre. Geen derde goal voor Antwerp. Zo blijft het 2 tegen 0. Zakaria Bentato heeft de bordjes in evenwicht gebracht. 1-1, RWDM tegen Anderlecht. Vieira. Met Fernandez. De paasrector is goed. Bien en daar joué. Is de reply. Bien joué. Daar is de aansluitingstreffer voor Mansen van KV Kortrijk. Een momentje waar hij zich aan kan optrekken. En surtout, il s'est pas laissé abattre par ce 0-2. On l'a dit, un but qu'il a reçu. Vraiment pas chanceux du tout. Mais là, il est sur une belle action. On avait une belle action juste avant. Mais là, il revient. Une belle passe, finition. Et c'est 1-2. Hij knokt zich opnieuw in de partij dankzij Kylian Mbappé. Op exact minuut 24. Een belangrijk moment. Ook een belangrijk moment in RWDM tegen Anderlecht. Daar is Zakaria Bentato op en over Pharaon gegaan. 1-2 voor Zak. En maintenant Zimet qui repart calmement. Bellingham. Bellingham pour Davis sur ce flanc gauche. Où il y a toujours beaucoup d'espace. Davis qui accélère, qui va peut-être centrer ou trouver quand même Ronaldinho. Il trouve Ronaldinho, c'est contré. Mais Ronaldo récupère dans les 16 mètres. Gouteas, Bellingham, Ronaldo à nouveau. On dribble, on cherche. Hein. On cherche Mbappé ici. Le 1 contre 1 est bien défendu de la part de Mans. Qui revient dans son match. Haaland nu. Wacht even op wat steun. En op aanspeelpunten. Ja, net niet tot bij Ronaldo. Mbappé dan. Bal in de diepte gestuurd naar Cancelo. Cancelo haalt de achterlijn, Ronaldo nu. Ronaldo Company gaat die bal binnenhouden en gaat ook uitvoetballen. Met Haaland en met Vieira. En maintenant Company à nouveau sur Haaland, qui joue sur ce flanc gauche. Vieira. Zien we nog weinig terug bij de meeste gamers. Patrick Vieira. Dit is een goede bal nu. Doku. Doku naar Mbappé. Nee. Keeper movement. Bal is nog niet volledig weg. En Haaland kan niet tegelijkmaker scoren voor Kortrijk. En Kortrijk is in train de revenir dans ce match. Petit à petit, en train de s'installer. C'est vrai, tu le disais, Vieira, joueur qu'on a beaucoup vu au début. Mais qui après, en cours de saison, a disparu. Mais qu'on retrouve quand même encore dans cette équipe de Kortrijk. Cerkelen op en over Charleroi gegaan. 2-1 voor Mataks momenteel. En KV Mechelen-Westerlo staan de bordjes in evenwicht. 1-1.
Wij kijken naar een aanval van KV Kortrijk. Heeft echt zijn tweede adem gevonden. De voorzet van Mbappé komt. Hier is Haaland. En hij kopt hem op de bovenkant van de lat. Mansen in een veel betere periode in deze eerste helft. Un match qui a complètement changé, où on voyait l'Antwerp qui était bien parti dans ce match, qui maintenant a un peu des difficultés. Mais peut-être Ronaldo dans la profondeur, qui peut dribbler un contre un avec le défenseur et de nouveau bien défendu avec Kompany. Kompany. Haaland nu. Pasje terug zou kunnen. Het gaat open tot bij Ronaldo. Nu dan Mbappé en bijna tot bij Haaland. Dat was toch de bedoeling. Joao Cancelo. Lange bal eruit gehaald door Kompany. Et on a presque l'impression que Courtrai est en train de trouver son jeu en live devant nous. Hein. On a l'impression qu'après ce 2-0, il s'est dit, écoutez, j'arrête de réfléchir, je joue mon jeu. Et depuis, ça va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus structuré. Niet te veel nadenken misschien. Hè. Dat is misschien een boodschap. Gewoon doorgaan. Kijk, zoals hij nu doet met Haaland. Haaland in de zone van de waarheid. Minder dan 5 minuten. Mbappé, goed verdedigend werk van Zimmet met Virgil van Dijk. Zimmet qui a la balle, mais qui a du mal depuis une vingtaine de minutes, qui a du mal à trouver des ouvertures, peut-être ici avec Cancelo sur ce flanc droit, qui trouve Mbappé, Mbappé qui va relancer Cancelo. Il reste 2 minutes dans cette première mi-temps. Bellingham, De Bruyne, Puteas, Ronaldo, ça combine, mais il n'y a pas encore de danger pour le moment. Goeie tackle van Fernandes. Er zit misschien nog een aanval in voor KV Kortrijk op het einde van deze eerste helft. Maar Puteas zit ertussen voor Antwerp. De Bruyne met Bellingham. Nu is het Zimmet die gaat breien nog aan één ultieme aanval. Cancelo. Goeie tackle van Baldé. Ja, toch nog een minuutje extra tijd. Dus misschien dan toch Kortrijk in aanval. En maintenant Haaland sur ce flanc gauche. Il a Mbappé dans les 16 mètres. Il va garder, essayer de temporiser ou dribbler son homme. Il trouve Vieira qui perd la balle et ça sera la fin de cette première mi-temps entre Courtrai et l'Antwerp. Ja, de meest besproken fase in deze eerste helft tussen Kortrijk en Antwerpen is toch die on-goal van Peter Cech. Wanneer de bal echt op de achterlijn aan het dwarrelen was, beslist Peter Cech om eventjes naast de bal te trampen en dan gewoon in de pure chaos die bal in eigen doel tikken. En dat zorgt voor een voorsprong voor Antwerpen. Kijken hier naar Mechelen tegen Westerlo. En een goede aanval. Haaland met het doelpunt. En zo Westerlo 2-1 voorgekomen in exact minuut 40. Een action très bien jouée. On voit cette passe dans le dos qui permet à Haaland de venir mettre un but assez facile. Et ici on a des images aussi de Molenbeek contre Anderlecht. Anderlecht qui menait 1-2 dans ce match. Mais l'RWDM qui revient sur cette passe. Ronaldo et puis une frappe croisée. En zo 2-2 op het einde van die eerste helft. En de twee ploegen uit het Brusselse houden elkaar in bedwang. Wat heeft Mansen nog in de tank in deze tweede helft van onze premiumpartij tegen Royal Antwerp FC? Kan hij nog een tweede doelpunt maken en de bordjes in evenwicht plaatsen of niet? En on voit ici Doku, qui garde la balle, qui joue avec Cancelo. Virgil van Dijk sur Haaland, Baldé qui peut maintenant accélérer, trouver le flanc, il trouve Ronaldo. Ronaldo qui trouve dans l'axe Mbappé, Mbappé qui peut frapper, qui marque et c'est 2-2. On sort de la mi-temps, c'est 2-2, Mans qui revient dans ce match après une première, on va dire 20-25 minutes très compliquée, mais qui après s'est très bien relancé dans ce match. Ja, qua mentale weerbaarheid kan dit wel tellen van Mansen. Mooi afgewerkt, Mbappé met zijn linkervoet. En het staat dus wel degelijk nu 2-2. Alles te herdoen in onze premium partij van speeldag 14 tussen KVK en Antwerp. On vous l'avait dit qu'on allait avoir des matchs serrés. On le voit dans les scores aussi. On a un 2-2 ici. On a un 2-2 du côté de l'RWDM contre Anderlecht. On a 1-2 entre Charleroi et le Cercle. Et 1-3 maintenant entre Malines et Westerlo. Westerlo qui prend donc un tout petit peu le large. Ja, gaat hij dan toch nog aan het einde van het reguliere seizoen zijn tweede adem vinden, Jordi van Rijkegem? Hij zat een beetje in een negatieve spiraal, in een negatieve flow. Maar winst tegen Redouane, ja, dat zou echt wel heel knap zijn. Ça fait du bien. S'il peut faire ça, je pense que pour les deux joueurs, ça ferait du bien de battre cet adversaire-là. Alors qu'on voit l'Antwerp
Maintenant, sur ce côté gauche avec Davis. Alexia Putellas, peut-être, dans les 16 mètres, cherche une solution, ne trouve pas. Et là, maintenant, quand le gardien sort, ouh, attention. Hein. Hij claimt hem. Hij weet hem te klemmen, Petr Cech. Balde dan. Bal op de flank naar Haaland. Vieira. Haaland, hele goede strakke bal naar Mbappé. Veel ruimte gecreëerd. Oef, en dan was de bedoeling Ronaldo aanspelen, maar Van Dijk met een voetje ertussen. Mais Courtrai qui récupère avec Mbappé. Fernandez qui peut trouver peut-être Ronaldo. Non, mais Vieira à nouveau. Fernandez, Doku en un temps. Mbappé dans les 16 mètres qui chipote un peu, qui frappe. Oh, quel but! Quel comeback de Mans, quel comeback de Courtrai. 3-2. On vous avait dit que ça allait être chaud. Elastico of zag ik het verkeerd? Mooi goal met Mbappé, hoor. Eens kijken hier. Oeh, ja, ja, lekker hoor dit. Oh la 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 la. Dit is wel heel knap hoor. Van 2-0 achter naar 3-2 voor. Stel je voor dat Mansen hier een gouden driepunter gaat pakken. In de strijd om toch richting die play-ins te gaan. Et surtout que ses concurrents directs sont en train de s'affronter entre l'RWDM et Anderlecht. Donc si là il y a un match nul et Mans arrive à gagner ici, il prend de l'avance sur ces deux équipes. En nu is het aan Zimit om te zorgen voor een tegenreactie natuurlijk. Is nu de bal kwijt. Haaland kan doorgaan voor KV Kortrijk. Minuut 56. Hier zitten we bij Vieira. De paas. Ronaldo probeerde terug te kaatsen naar Fernandes. Maar dat plannetje mislukt. Opletten hier, want bal kwijt. Ronaldo tot bij Haaland. Haaland kan nog steeds doorgaan. Hier is Ronaldo en Doku! 4-2. Antwerp krijgt de bal niet weg. Opnieuw snel balverlies bij Zimit en dat zorgt nu al voor een vierde goal van KV Kortrijk. Et on voit la célébration, on voit Kortrijk qui est revenu comme un patron qui mène maintenant 4-2. Qui aurait cru, Mathias? Wel, wel, wel. Wat een ommekeer, wat een ommezwaai in deze premium partij tussen KV Kortrijk en Antwerp. Oef. En gaat Mansen richting een 6-6 dan na vorige week? Die 5-0 tegen RWDM. We kijken naar Mechelen tegen Westerlo. Wat is daar nog gebeurd? Westerlo, Ronaldo scoort. En zo 1-3. En là aussi, on a vu dans la célébration qu'il s'excusait un peu parce que on sentait, oui, sentait Redouane qu'il a eu, Jordi, pardon, qu'il a eu un peu de chance sur cette action contre Redouane. ...4-2 voor KV Kortrijk. Staat dus op de andere velden. We zagen dus Jordi 3-1 voorkomen tegen Redouane. We zien dat Cercle aan het winnen is met 3-1 tegen Charleroi. En in RWDM tegen Anderlecht 2-2 nog altijd. Mans qui repart à l'attaque. On sent qu'il a encore envie de marquer des buts. Peut-être aller essayer de chercher un peu de but pour ce goal à Verrage. Et l'Antwerp qui récupère et qui repart sur ce flanc droit avec Valverde. Valverde. Si, señor. Hola, qué tal. Davis. Ronaldo. Paas terug naar De Bruyne. Zimit heeft nood aan een derde doelpunt om druk te leggen op de schouders van Mansen. En misschien komt hij er nu aan, want hier is Ronaldo. Geweldige goal. Zimit met een tegenreactie. En we gaan denk ik inderdaad richting een spannend slot van deze match. Un très beau but. Très bien effacé son homme aussi. Il est resté calme. Il a dribblé le défenseur. Et puis dès que on sait, hein, dès qu'il a une occasion de frapper, que ce soit Ronaldo, Haaland, dans ces situations-là, c'est souvent but. Une grosse frappe. 4-3. Belangrijk voor Zimit dat hij snel dat derde doelpunt heeft kunnen maken. Minuut 64 gaan we aantikken. Dus er kan nog heel veel gebeuren in deze wedstrijd, hoor. En er gebeurt ook wat in KV Mechelen tegen Westerlo. Daar is Redouane tot op 1 doelpuntje teruggekomen van Jordi. 2-3. En maintenant Courtrai qui peut repartir. Qui va essayer de garder cette victoire, garder ce score. On sent un peu qu'il essaie de garder la balle aussi. Perdre un peu de temps, mais il y a encore beaucoup de temps dans ce match. Donc je pense qu'il serait peut-être plus safe de quand même jouer vers l'avant. Et on voit ici une touche pour l'Antwerp.
Bizar. Ja, het is blijkbaar inwerpen voor de Great Old. Van Dijk dan. Met een flankwissel tot bij Davis. De Bruyne. Koteas. Paasje terug. Kim In-jae. En De Bruyne. Koteas dan met Davis. Bellingham. Lange aanval nu van Antwerp. Zeer geduldige opbouw bij Zimmet. En maintenant Ronaldo qui s'approche. Alexia Putellas qui trouve à nouveau De Bruyne. De Bruyne qui va chercher une passe vers ses deux attaquants, mais bien intercepté par Patrick Vieira. Rashford nu. Zien we ook niet te vaak meer verschijnen. Marcus Rashford. Nu dan Haaland. Oef, Valverde. De bal komt opnieuw in de voeten van Davis. Dat is een goede bal op Ronaldo. Snel gespeeld, snel gedacht. Vieira met de opening op Haaland. Dat is allemaal goed gecombineerd. En dan Mbappé met ruimte. Mbappé! En daar de goal! Daar de goal! 5-3 voor KV Kortrijk. Et à nouveau, super bien joué par Mans qui montre quand même qu'il sait marquer des buts, qu'il a vraiment ce qu'il faut offensivement pour aller faire mal à ses joueurs. Et 5-3 pour Courtrai. Un bon match. Goeie wedstrijd. Zeker weten. En in Westerlo tegen KV Mechelen is het 4-2 geworden voor Jordi. Daar is dus een doelpunt extra gevallen. Ridwan was zich terug in de wedstrijd aan het knokken. Maar Jordi wil het zover niet laten komen. Et les changements tactiques. Zimet qui doit marquer encore deux buts s'il veut revenir au score. Laat het ook volledig aan zijn coach om tactisch nog wat aan te passen. Hier gaan we dat moment zien waar Jordi dus zich van een 3-2 voorsprong naar een 4-2 voorsprong gaat spelen. Playerlock gecanceld, dan toch de voorzet. Perfecte bal op Vinicius Junior. Parfois c'est compliqué, mais parfois c'est simple aussi. Hein. Et voir maintenant Zimet qui a donc eu les changements de son coach, voir comment il va réagir et si ces changements vont avoir un impact sur le match. Richting het laatste kwartier kan Mansen deze 5-3 verdedigen of niet. Cercle Brugge 4-1 aan het winnen tegen Charleroi. Matax misschien echt wel een gevaarlijke klant nog. Richting het einde van dit reguliere seizoen. En komt er een winnaar uit de bus in de Brusselse derby tussen Molenbeek en Anderlecht. Voorlopig nog altijd 2-2. Maintenant Courtrai qui a à nouveau la balle avec Davis sur ce flanc gauche, Haaland. Haaland qui peut trouver Ronaldo, qui va peut-être pouvoir combiner. Non, il se gêne un peu. Et il reçoit la faute. Donc ils vont pouvoir garder la balle. Est-ce qu'il va frapper Mathias? Denk het niet. Je ne pense pas. Denk het niet. Rashford in het hoekje. Perfecte bal op Haaland. Ronaldo. Ja. De Bruyne. Derrière nous, on entend de l'ambiance. Hein. Ça veut dire qu'il y a des goals qui tombent, il y a des situations qui changent. Er is een doelpunt gevallen in RWDM tegen Anderlecht. Zakaria Bentato, bijzonder gefrustreerd dat hij 3-2 is achtergekomen nu tegen RWDM. Et du côté du cercle, le cercle qui a marqué un cinquième but contre Charleroi. Hein. Donc le cercle aussi en bonne forme hein, ces dernières semaines. Ja. Hier nu de aanval Antwerp, 82e minuut. De paas terug. Ronaldinho, Ronaldo nu, Bellingham, Rashford. Komt er een trap naar de goal of niet? Oh, deze bal is te ver, deze is te ver. En de aanval van Antwerp is afgelopen. Trouwens, RWDM op voorsprong gekomen tegen Anderlecht met een penalty goal. Oeh. Ça fait mal, hein. On encaisse un but si important sur un penalty. Ça fait toujours un peu plus mal que d'autres. Haaland.
2 doelpunten verschil. Davis. Mansen wil de bal zo lang mogelijk bijhouden. Haaland. Gaat hij op zoek naar een zesde doelpunt? Je pense qu'il va d'abord essayer de garder la balle surtout. Ici avec Haaland dans ce coin avec Davis. Revenir vers Vieira. Dembélé nu. Opbreng is goed. Valverde. Nu moet dat vierde Antwerpse doelpunt vallen. Bijna met een trivella. Et maintenant, corner pour l'Antwerp qui peut peut-être marquer ce quatrième but sur ce centre, deuxième poteau, mais bien défendu sur Rashford. Et ce sera une balle pour Courtrai. En dan ziet het er stil aan, alsmaar beter en beter uit voor Mansen. Vorige week dus die 5-0 forfait winst tegen RWDM. Et maintenant une victoire qui permet donc à Courtrai de prendre un 6 sur 6. Point très important, on le rappelle, hein, dans cette course pour les play-ins, pour ces qualifiers. Het gaat effectief een zegen worden voor KV Kortrijk. En in RWDM tegen Anderlecht is het afgelopen. RWDM met een belangrijke driepunter onderaan het klassement. Doet dus net als Mansen gouden zaken. Mbappé gaat scoren. 6-3. Einde van de wedstrijd hier. Terwijl er in die andere twee wedstrijden nog altijd gespeeld wordt. Jordi verdedigt een krappe 4-3 voorsprong tegen Redouane. En Matax is zich naar een driepunter aan het spelen tegen NB van Charleroi. Il faut rappeler que si les scores restent comme ça, il n'y a que le cercle qui peut aller titiller l'Union pour ce titre de période. Aha. Parce que Anderlecht et Malines étaient les deux équipes qui étaient aussi à 6 points. Après cette journée, il ne restera qu'une journée. Et ça signifierait qu'il n'y a que Matax qui pourrait aller déranger Kinnan. Ja, ja, dat zou wat zijn inderdaad. Ook in Mechelen tegen Westerlo is het afgelopen. Dus Jordi heeft zijn zegen beet. Ook voor hem toch in die linkerkolom van het klassement willen blijven. Een zeer belangrijke overwinning. Want ja, we moeten kijken naar de drie periodekampioenen. En dan kijken naar de ploegen die dan in het klassement het best geplaatst zijn. Ook zij dus pakken een rechtstreeks ticket naar de Champions Playoffs. Er is heel veel om voor te spelen. En er zijn dus een aantal ploegen die geweldige zaken gedaan hebben. Oui, on voit, mais on le sentait aussi dans les matchs, hein, que maintenant chaque score influence le reste. Et on voit aussi que c'était des matchs serrés. On a vu ici aussi un bon match entre Courtrai et l'Antwerp, parce que l'Antwerp est venu à commencer, mais on sent Courtrai qui est bien revenu dans son match. Donc on sent que tout le monde est vraiment... Je me sens presque à l'école, je dois trop réfléchir, je dois tout suivre, je dois calculer, mais c'est bien, c'est bon pour le suspense et c'est ce qu'on aime. Maar je voelt inderdaad in die laatste weken van het reguliere seizoen de spanning alleen maar toenemen en dat merkten we, dat voelden we ook in onze premiumpartij vlak achter ons. We gaan eens kijken bij de winnaar dus van deze premiumpartij bij Mansen. Hij staat nu bij onze reporter Tom Savoldi en ik durf echt wel te stellen, Tom, dat Mansen opgelucht zal ademhalen dat hij een 6 op 6 heeft gepakt nu. Ja, ik zie het hier inderdaad. Een opgeluchte Mansen. De opluchting zal wel waar zijn natuurlijk. Enorm. Zeker na die 2-0. Ik was even mentaal weg. Maar dan dat allemaal van mij afgegooid en bevrijd bij het spelen. En plotseling lukte eigenlijk alles. Ja, een 6 op 6 en nu leef je weer helemaal opnieuw. Hè? Klopt. Ik weet niet wat de andere ploegen precies gedaan hebben. Maar ik denk als ik win op de laatste speeldag dat ik een goede kans maak voor de B te zijn. Die qualifiers kan je misschien dan nog halen. Alleen compleet op het einde, had je dat verwacht? Zeker niet. Ik was echt slecht in het midden van de competitie. Maar dat we wat vertrouwen gevonden, zelfs in de Nederland, dat het nipt was. En dan, nu komt dat er toch uit. Ja, je zei hier juist ook nog op het einde, voordat we begonnen, ja, ik speel eigenlijk vooral beter. Daar ligt het eigenlijk aan. Hoe komt dat? Ja, klopt. Ik ben precies bevrijd. Ik durf gewoon trucs gooien, gewoon niet te veel nadenken, gewoon spelen. Dankjewel, Mansen.
Ja, een bevrijde Mansi die net 6-6 heeft gehaald en ja, een zeer ruime overwinning heeft gehaald tegen Antwerpen. Wie had dat verwacht? Ja, kijk eens aan. En hij gebruikt een beetje halvelings de woorden van Weile-coach Raymond Goethals. Niet zeveren, maar spijlen. Niet zeveren, maar spijlen. En dat heeft hij gedaan, want ik kan me inderdaad wel inbeelden, Hakim, als je zo een... staat mij toe om te zeggen, dames en heren, een kutgoal tegenkrijgt, zoals die tweede, dan kan je inderdaad mentaal wel eventjes weg zijn. Het is een doelpunt en het gaat vooral over, en dat is, heeft Mansen vandaag getoond, het gaat vooral over mentaal, ja. Mentale weerbaarheid. Na zo'n doelpunt zullen veel spelers inderdaad zijn controller bijna kapot slaan. Mansen durft al eens zijn controller waarschijnlijk ook in de lucht te gooien. Niet per se kapot te gooien, maar meer in de lucht. Ik denk dat hij ook wel even die frustratie gevoeld heeft en ook duidelijk laten zien heeft op camera. Maar nadien heeft hij zich wel helemaal herpakt en heeft hij ook wel de switch gedraaid. En toen zagen we het spel van Mansen terug. Balbezit durven houden en prikken op bepaalde momenten. En dat is iets dat ik wat minder gezien heb tijdens deze hele competitie. Mm-hmm. Ja, dat klopt. C'est marrant de voir qu'il a besoin de perdre d'abord 2-0 pour se dire, eh ben, vous savez quoi, je vais jouer mon jeu. Mais il y a certains joueurs, et moi je fais la comparaison avec le foot, il y a certaines équipes en foot qui doivent prendre 2-3 buts avant qu'ils peuvent commencer à jouer. Mm, yeah. Et je pense que Mansi, c'est aussi quelqu'un qui a besoin un peu de prendre des buts quand même, pour qu'il met un changement dans sa tête. On l'a vu maintenant, au début de la saison, ce n'était pas le cas. Quand il prenait 3 buts, c'était fini. Mais on voit maintenant que de plus en plus, il commence à grandir dans cette compétition aussi. Hakim, wat heb je qua clips allemaal in de aanbieding voor ons? Ik heb een pancarte neergezet aan clips, Matthias, om u tegen te zeggen. Ik heb alle goals van deze wedstrijd nog even gedaan. Even gewoon kort hier kijken naar hoe Zimet aanvalt op de rechterkant, Mbappé. We zagen hier de lopende man eigenlijk, die als een soort bliksemafleider moest gaan werken, waardoor Ronaldinho helemaal vrij kwam. En deze balrol is toch wel heel mooi. Balrol, buitenkant voet, wegleggen, verre hoek. Het is vooral die loopactie waar eigenlijk een speler bijna geblokkeerd wordt. En die gaan we ook hier zien. Davies naar Alexia Putellas, De Bruyne, Bellingham en rustig opgebouwd. We gaan weer de rechterkant op. Cancelo wordt gevonden. En opnieuw, hier heb je twee opties. Je kan ofwel een Mbappé inspelen, wat dan ook gebeurt. Ofwel kan dit gebeuren. En na die eerste, en je weet gewoon, na die eerste, de eerste keer dat hij die paal raakt, dan weet je op dat moment al dat het gedaan is. On sait que tu peux pas récupérer le ballon ni rien. C'est pas ton choix, tu peux plus rien faire. Le choix qu'on a en tant que Mansi, c'est de nous remettre dans le match et de se concentrer. Et c'est ça qu'il a fait. Après la passe, j'ai très bien aimé vers Haaland. Désolé pour lui, ça ne marcherait pas, mais il a directement trouvé l'espace vers Mbappé au milieu. Et là, il marque. On va voir une special Mansi tout à l'heure. Ici, on a le ballon vers Mbappé de nouveau. Bruno Fernandes. Un appel à Mbappé. Le ballon, ben, on a un compte favorable quand même. Mais ici, Mbappé, on tourne. Élastico extérieur de pied. Poum! En dat is wel, Mansi heeft al die elastico's zeker onder controle. En dan heeft hij ook wel getoond, hier nu weer opnieuw, dat hij daar wel zeker mee overweg kan in de 16. Er wordt ook zelfs nog 4-2 ook opnieuw. En het is elke keer wel op balverlies en balrecuperatie daarna weer van Mansi. Dus hij doet iets verkeerd, daarna recupereert van Zimet. Ja. Balverlies van Zimet. Eerst is het een balverlies van Mansi. Ja. Daarna recupereert Zimet die bal en daar gaat hij meteen weer op. En heeft hij meteen die bal. Dus eigenlijk een soort van druk na het verlies van de bal, waardoor het eigenlijk heel snel veel spelers buiten positie staan. En op die momenten kan eigenlijk Mansi heel snel terugprikken. Goed, Zimet kan nog terugkomen op de score. Een hele mooie paas dit hier op Ronaldo Lima Di Nazario. Daar hebben we Kevin De Bruyne, die weer Ronaldo inspeelt. En dit vind ik wel goed van Zimet. Rustig blijven in de box. Linkerkant, rechterkant, fan de corps. En après, il trouve son pied droit et il marque. Mais Mansi, il dit non, tranquille, 4-3, pas de souci. Je vais encore marquer. De buts. Je pense que c'est le plus de buts marqués de la part de Mansi aussi. Hein. Parce qu'il a pris pas mal de buts cette saison. Oui, quand. Mais ici, 6 buts. Cette passe-là, parfaite. Hein. Parfaitement joué. Il a trouvé R9, 5-3. Et après, on a encore le dernier but, le 6-3. À la dernière seconde du match, Virgil van Dijk traverse vers Mbappé. Haaland, mes excuses. Ronaldo vindt de ruimte. En opnieuw, ja. Vanuit Zimet zijnde weet je ook, de wedstrijd is gedaan. Dus of je dan nog een goal scoort of een goal tegenkrijgt, dat maakt op zich niet heel veel meer uit. Nee. Maar het is op dat moment eigenlijk al gespeeld. Goed, die laatste goal komt er dan nog. Zoals gezegd, een zeer interessante wedstrijd met eigenlijk twee verschillende gezichten. Voor die flater van de doelman en dan alles na de flater van de doelman. We zagen dat eigenlijk redelijk in balans lag tussen de twee heren. Maar dat Mansi wel zijn kansen allemaal veel sneller heeft durven nemen. En hij durfde ook wat op geluk spelen. Een paas die eigenlijk nooit kan aankomen, toch spelen en daarna wel weer op die recuperatie werken, dus snel recupereren. Maar ik zie ook des images die font mal de temps en temps pour certains,
surtout pour les fans d'Anderlecht, mais la folie pour les fans de RWDM, Molenbeek. Dernière seconde du match. Oh my god, dit. Tacle de Zak. Oh, mais Zak, mais pourquoi? Mais pourquoi? We zien hoe boos Zak is. De koptelefoon gaat af. Ja, terecht ook. Waarom daar tackelen, Hakim? Ja, ik denk dat het ook gewoon op dat moment een keuze is die je hebt van ik moet iets doen. En daar hebben we natuurlijk een penalty. En jullie weten ondertussen al wat de uitslag van deze penalty is. Maar hier ook moet je rustig blijven uiteindelijk. Perfect getimed deze penalty. En dan zie je dat er een keuze gemaakt wordt om linksboven te springen. En ook dit komt er dan nog eens bovenop, dat je de juiste kant kiest. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un joueur aussi, je pense. Et ben, je peux comprendre pour Zak que ça fait mal quand même cette match. Ja, dat snap ik zeker en vast. Westerlo won met 4-3 van KV Mechelen. Kortrijk won met 6-3 van Antwerp. Cercle won met 5-2 van Charleroi. En RWDM dus met een penalty in de laatste seconde. Won de Brusselse derby met 3-2 van Anderlecht. Volgende week, Hakim, op de laatste speeldag, hebben we Mansen tegen Zak. Kortrijk-Anderlecht. Ik heb het zelf nog even opgezocht en dat wordt een heel interessant. Hè. Want ja, we zullen gaan beslissen wie nog naar boven gaat. En RWDM kan er ook nog naar boven blijven. Ja, dat wordt extra spicy, inderdaad. Il le savait. Je sais que Mathias il a faim maintenant, alors on va parler de spicy. We gaan ook nog eens naar een tweede speler die bij Savoldino staat. Eén iemand die toch in een zeer goede flow zit en misschien nog wel een gevaarlijke klant is naar het einde van het seizoen toe. Matax van Cercle Brugge. Ouais, Attaque près de moi, mais il n'est pas très content, on va dire. Et il joue très bien, donc je vais lui demander pourquoi. Matax, tu joues bien quand même, tout se passe bien. Ouais, je joue bien sur la fin de période, mais encore une fois, c'est comme je te disais en off, je joue encore une fois trop tard. Et je suis un éternel insatisfait, donc je peux prendre autant tous les points que je veux. Je sais que mathématiquement, je suis quasiment certain d'être au play-in et c'est pas maintenant qu'il faut commencer à jouer. Donc certes, c'est cool de gagner, mais c'est un peu tard. La période, tu penses que tu pourrais la prendre? Je pense que j'aurais pu si j'avais pas tilt contre Ekmen. Maintenant, voilà, on ne peut pas refaire le passé, c'est passé. Donc là, je prends les points qu'il y a à prendre et avec un peu de chance, je serais peut-être top 6. Si pas, ben, on se préparera tous doucement pour les play-ins. Les play-ins, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de les jouer en fait. Mais en fait, dans tous les cas, ça reste compliqué que ce soit play-off ou play-in. Mais play-in, c'est des mecs qui ont la dalle parce qu'ils ont eu peu de chance de passer au-dessus des play-offs alors qu'ils se sont qualifiés tout juste. Et les play-ins, c'est un autre tournoi, c'est dans quand même un certain bout de temps. Donc forcément les mecs auront évolué et c'est à moi aussi à évoluer pour finir quand même au Playoff Champions. Donc c'est pour ça que je les redoute un petit peu, mais si on doit y aller, encore une fois, on ira la tête haute, on ira les chercher pour monter au Playoff. Merci beaucoup. Ouais, quand même un Matax qui est pas satisfait de lui-même quand même. Hein. Ja, blijft een beetje streng voor zichzelf, ook al zit hij dus in een goede periode. We zullen heel snel zien, klassementgewijs, wat er nog mogelijk is voor Cercle Brugge. Volgende week neemt hij trouwens op tegen een ontketende Pharaon tegen RWDM. Dus ook dat wordt interessant om te volgen. Club Brugge dus staat nog altijd op kop. Maar ja, de volledige top 3 hebben we niet aan het werk gezien. Mechelen doet een slechte zaak, blijft wel op de vierde plaats staan. En dat is heel belangrijk, want als Club Brugge, Union en Genk bijvoorbeeld de periodetitels zouden pakken, dan ga je dus kijken naar de eerste drie ploegen in het algemeen klassement voor ook een rechtstreeks ticket naar dus de Champions Playoffs. En voorlopig gaan die tickets dan richting KV Mechelen, Standard en Westerlo. Oui, mais on voit Louvain qui doit encore jouer un match. On sait que la Gantoise a aussi encore un match, donc il peut revenir à hauteur du cercle. Et on comprend, hein, Matax, nous on pense, on allait dire oui, il est en bonne forme, donc il doit être content. Mais non, lui, il se rend compte que mais si cette forme, je l'avais trouvée un ou deux matchs plus tôt, ben, je serais dans ce top 6 et je serais beaucoup plus à l'aise. Et c'est ça qui le frustre un peu. Ja, maar hij blijft dus meedoen voor eventueel toch nog een rechtstreeks ticket naar de Champions Playoffs. Kijken we onderaan het klassement. Ja, dan doen RWDM en KV Kortrijk goede zaken. Als we nog even terug kunnen naar dat algemeen klassement, dat zou leuk zijn. Dus onderaan dat klassement met RWDM en KV Kortrijk. Zij staan op 10 punten. Voor Anderlecht en Eupen wordt het stilaan penibel. Zeker als Ulix Poloska straks niet gaat kunnen winnen. Dus ja, RWDM en Kortrijk, zij gaan denk ik rechtstreeks misschien moeten uitmaken wie dus als derde ploeg gaat afvallen nog. Oui, mais ça nous promet aussi pour cette dernière journée hein, qu'on aura encore des affiches très importantes et très serrées. Donc le spectacle, il sera jusqu'à la dernière seconde, ça c'est sûr. Ja, en dan kunnen we misschien nu nog naar dat klassement gaan voor de laatste periodetitel, waar dus inderdaad Cercle Brugge toch nog een gooi doet richting eventueel die derde periodetitel. Maar Matax gaat wel moeten afwachten wat Union gaat doen. En ook nog kan bijvoorbeeld Rudy Ekman op gelijke hoogte komen van Cercle Brugge. En er is ook nog Genk, Gilles Bernard, dat ook nog een zegje doet.
Oui, je pense qu'effectivement, on savait que ça allait se jouer entre l'Union et le Cercle de Bruges. L'Union qui doit encore jouer son match. Mais on sent quand même dans les mots de Matax aussi que lui se dit déjà... Kina ne va pas laisser filer ça. Ja. Et je compte plus trop sur ce titre de période. Ja, dan is het misschien nog heel interessant om te kijken welke volgende vier wedstrijden we gaan klaarzetten voor deze 14e speeldag. We gaan kijken naar een leuke pot tussen Genk en Standaard. We hebben Club Brugge tegen Leuven, ook een attractieve partij. Union mag het gaan opnemen tegen AA Gent. En Eupen dus gaat op zoek naar puntengewin tegen Sint-Truiden. Dat is allemaal voor zometeen. Deze vier partijen worden klaargezet. En dan keren Alex en mezelf terug. Tot zo. We gaan verder met speeldag 14 en we hebben het al een paar keer gezegd. We voelen stelselmatig week per week de spanning toenemen, want het is stilaan money time wat betreft de plaatsen in het reguliere seizoen. Ben oui, c'est le moment, c'est le moment. On sent ici aussi, comme la tantôt, on sent que derrière nous il y a une bonne atmosphère. Les joueurs sont prêts, nous on est prêts. Yes, we zijn klaar dus voor de volgende reeks aan vier wedstrijden. En op onze mainstage gaan we de attractieve partij krijgen. Alex van Union tegen Gent. Benieuwd naar. Un match très important pour ce titre de période. On sait que Kinan, est... il lui reste deux matchs pour aller chercher ce titre de période. Il a un 9 sur 9 pour le moment. Il va essayer d'aller sur un 12 sur 12. Mais il a un bon adversaire en face avec la Gantoise et Oumout. Ja, ja. Oumout die natuurlijk ook zo hoog mogelijk wil proberen geraken in het reguliere seizoen. Want voor die playoff qualifiers is dat natuurlijk ook van belang. Als je zo hoog mogelijk eindigt, dan mag jij als eerste bepalen wie je tegenstander gaat worden in de play-offs. C'est vrai que, et ça ce sera pour tous les types de play-offs en fait, hein, que le, la place du classement général va aussi décider qui peut choisir en premier son adversaire. Yes. Et ça, ça va être intéressant. We gaan daar nog meer op ingaan in de diepte bij aanvang van onze laatste speeldag van het reguliere seizoen. Misschien met onze expert Hakim, die dan ook volgende week zal aanwezig zijn. Et on voit ici l'Union Saint-Gilloise. Qui va directement partir à l'offensive. On le sait, l'Union qui normalement ne joue pas avec Alain. Je vais regarder si cette fois-ci il joue. Lijkt er inderdaad niet op te staan. Haaland wel aanwezig bij KAA Gent. Mbappé met de opening. Et maintenant Mbappé à nouveau pour l'Union. Sur ce flanc droit, qui peut monter, qui accélère, qui cherche son homme, qui cherche un coéquipier, mais qui retourne à l'arrière. Bellingham, Ham. Bellingham à nouveau, qui va y aller peut-être avec Puteyas, Ronaldo dans les 16 mètres. Et c'est ouh, un bon arrêt de la part du gardien de la Gantoise. Et une bonne première action, bonne première occasion et un corner pour l'Union. Ham nu, met de passe terug. En dan de interceptie. Ondertussen al doelpunten gevallen in Genk tegen Standaard, zo moet ik het eens inderdaad zeggen, 0-1. En dan hebben we ook al een doelpunt in OHL Leuven tegen Club Brugge, 1-0 daar ook voor OHL. En Sint-Truiden 1-0 voorgekomen tegen Eupen. Hier nog geen doelpunt gevallen, dat gaat misschien nu veranderen met hem, nee! Une belle frappe qui passe juste à côté. Et on voit maintenant la Gantoise qui repart mais qui perd presque cette balle et qui va pouvoir recommencer. Pas prendre trop de risques contre Kinan là, derrière parce que ça, ça peut être dangereux. On voit ici la Gantoise qui ouvre sur João Cancelo qui change de côté sur Davis. Davis qui joue sur Puteyas, Van Dijk, Davis à nouveau. Une bonne combinaison ici sur le côté gauche. Alain qui est parti. Qui peut peut-être donner en profondeur pour Davis qui n'est pas hors jeu, qui est hors jeu quand même. Et donc l'arbitre qui siffle. Balle pour l'Union Saint-Gilloise. L'Union qui joue maintenant sur Van Dijk. Cancelo qui ouvre et qui change de côté sur Mendy. Puteyas met de passe terug tot bij Bellingham. 11 minuten aan het spelen en dit moet het openingsdoelpunt worden. Nee, Van der Sar met de parade. Het lukt voorlopig niet voor Kinan. Om dat openingsdoelpunt te scoren. Non, pour le moment Van der Sar fait de bons arrêts et permet à Gant de rester dans ce match. Cancelo.
Umut op zoek naar een aanspeelpunt, vindt hij bij Puteas. Van Dijk, onder druk gezet door Kina. Cancelo, voorzet komt, richting Haaland. Dat was een mooie bedoeling. Van der Sar voetbalt uit met Cancelo. Et maintenant Mbappé sur ce flanc droit qui va essayer de changer. Une passe compliquée pour Saliba qui arrive quand même à mettre la tête. Et on arrive comme ça chez Mendy sur ce flanc gauche qui peut accélérer. Peut-être aller chercher le 1 contre 1. Il préfère revenir et perdre de balle. Mbappé qui repart. Mais là aussi un bon contre de Saliba. En Genk tegen Standard, daar is het 1-1 geworden. Hier is nu Ronaldo. Mbappé, nee. Et du côté de Bruges aussi, on voit que dans les trois autres matchs aussi, on a maintenant des matchs nuls. Hein. Donc on a Genk contre Standard 1-1, le club de Bruges contre Louvain 1-1. Et le même score aussi du côté de Eupen contre Saint-Truyen. Vous êtes bij Alexia Puteas. Kan Haaland doorkoppen? Ja, dat lukt. Voorzet komt, Van Dijk haalt weg. En Fernandes voetbalt uit met Ronaldo voor Union. Minuten aan het spelen. We wachten hier op het openingsdoelpunt. Club Brugge heeft gelijk gemaakt tegen OH Leuven. Daar de bordjes in evenwicht. Net als in Eupen tegen Sint-Truiden. Dus Ulix op zoek naar puntengewin tegen de Red van Sint-Truiden. En maintenant l'Union qui part à l'attaque, qui essaye de créer, qui essaye de trouver des espaces, mais qui trouve pas directement ce joueur libre dès qu'on arrive près des 16 mètres. Et Gant qui pour le moment défend assez bien et qui a aussi eu de bons arrêts du gardien en début de match. Genk en Club Brugge zijn voorlopig op en over hun tegenstander gegaan. Gilles 2-1 voorgekomen tegen Shadow. En Rudy Ekman 2-1 voorgekomen tegen Jules Bol. Goeie bal nu van Kina. Bellingham. Hier is een goede bal. Mbappé. Nee. Opnieuw. De goede save. En zo blijft het nog altijd 0-0. Eigenlijk wel straffe kost hoor. Dat er nog geen doelpunt is gevallen in Union tegen Gent. En op deze actie, Umut qui a bien placé ou déplacé son gardien. Qui a bien anticipé cette frappe de Kinan. Et qui permet de rester dans le match. Maar hoe lang kan Zoom Umut dit nog volhouden natuurlijk op deze manier? Cancelo. Voorzet komt. Haaland komt in het pak. Van Dijk zit ertussen. Cancelo. En Mbappé. Ulix slechte zaken aan het doen. 2-1 achtergekomen tegen Sint-Truiden. En maintenant l'Union avec hem qui s'approche des 16 mètres. On voit ici Bellingham, combinaison, Ronaldo qui reçoit la balle mais qui ne peut pas enchaîner. Et pour le moment c'est toujours juste. Mais on n'y arrive pas. Et on voit maintenant la Gantoise avec un appel de balle. Davis qui peut entrer dans les 16 mètres. Va-t-il frapper directement? Va-t-il aller? Il est pas. Mais un très bon arrêt aussi ici de ce côté de Van der Sar. Van der Sar, bon gardien dans le jeu. On l'a vu à maintes reprises. En hier bijna de retro. Van der Sar zat ertussen. Mbappé nu. In de counter voor Union. Offside of niet? Nee, hem kan doorgaan. Even terug. Bellingham. Fernandes. Ronaldo. Dat was een moeilijke. Egan qui peut repartir, mais qui perd à nouveau cette balle. L'Union qui met une bonne pression. Puteas qui peut avancer. Bellingham. Fernandes qui donne à Mbappé dans les 16 mètres et là c'est but. Ça ne pouvait pas s'arrêter, ça devait à un moment craquer. Et sur une bonne action, sur une passe de sur Kylian Mbappé dans les 16 mètres qui met cette frappe croisée et c'est 1-0. Ja, het kon niet blijven duren. Hè. De druk van Kinan van Union was verpletterend bij momenten. Maar Van der Sar was er nu al een paar keer to the rescue voor Zoom Umut van AA Gent. Maar nu is dan toch Union in deze premiumpartij op voorsprong gekomen. Dit was de laatste partij waar we dus nog een doelpuntje nodig hadden om de band te breken. En dat is dus nu ook zo. Davis met de flankwissel.
João Cancelo. Fernandes. Mooi de poort dicht gedaan met Bellingham. Fernandes voetbalt met Mbappé. De opbouw nu van Kinan. Qui trouve ici Cancelo avec l'action. Cancelo qui va essayer de trouver un coéquipier. Bellingham, Fernandes, Ronaldo à nouveau qui dribble, qui va dans les 16 mètres. Oh, à nouveau un arrêt, mais dans le rebound. Un but et c'est 2-0 pour l'Union. But de Ronaldo R9. Ja, deze keer lukt het wel voor Kinan om een extra doelpuntje erbij te maken. Want het leek opnieuw een goede redding te gaan worden van Edwin van der Sar. Maar de bal blijft dus in de buurt van R9 hangen. En aan de kleine rechthoek slaat hij hem dan toch binnen. Een dubbele voorsprong voor Union Saint-Gilloise nu tegen Gent. En petit à petit, on voit aussi dans les autres matchs que les goals commencent à tomber. On voit 3-2 du côté de Genk. On voit 4-1 du côté de Bruges. Et un 2-2 en ce moment entre Eupen et STVV. Davis qui part sur ce flanc gauche, qui est en duel avec Mbappé, mais qui gagne son duel, qui peut remettre. Puteyas pour Gant, une action peut-être. Bellingham, Ronaldo qui trouve Mbappé dans les 16 mètres. Bien attendu, comme on le connaît. Et quand même, il a fait le mauvais choix sur cette frappe parce qu'il y avait un espace du premier poteau. Een bon arrêt de Van der Sar. En zo dus niet de aansluitingstreffer voor Gent. Virtueel is Union dus zich naar een 12-op-12 aan het spelen voor deze laatste periodetitel. Kinan echt goede zaken aan het doen hoor voor dat rechtstreekse ticket naar de Champions Playoffs. En maintenant Kinan à nouveau à l'attaque avec Mbappé qui essaye de dribbler mais bien défendu de la part de Gant. Et voir maintenant s'ils peuvent partir en contre-attaque. Haaland qui met en profondeur pour Ronaldo qui gagne presque son duel. Mais Saliba qui fait un bon match pour l'Union en ce moment. Laatste aanval of niet van deze eerste helft. Bellingham opent tot bij Ferland Mendy. Ja, kijk eens aan. Doorstorend werken Mbappé aan de bal voor Gent. Dus nog een aanval voor Gent. De 2-1 zou handig kunnen zijn met het oog op de tweede helft. Maar dat zit er nu niet meer in. En nu zitten we plots bij Union. Met hem. Dit is de laatste actie van de eerste helft. Hem gaat door, hem nog steeds. De paas terug en dat is niet de juiste optie. Oeh, dan slecht uitverdedigen, maar dan is de scheids toch genadig. En fluit hij het einde van de eerste helft. 2-0 voor Union tegen Gent. Het is een goede première mi-temps voor Union. Qui a mis ses deux buts, qui a eu quelques occasions. Pas trop compliqué en défense. Donc, une première mi-temps correcte. Snel de analyse daar. We kijken ook naar wat er gebeurt op de andere velden. In Genk tegen Standaard. Ronaldo meteen. Komt er een instant reply. Haaland. Ja, wel degelijk. Heel snel de 3-2. Zo'n fameuze kick-off glitch. En komt er dan toch nog een vierde goal van Genk aan. Daar lijkt het op. Davis. Hem doortikken inderdaad tot bij Ginola. Ginola aan de tweede paal. Nee, het is de 45 terug naar R9. En 4-2 hier in deze wedstrijd. Gilles Bernard qui fait aussi une grosse saison, tout comme Shadow en fait. Ja, Club Brugge, OHA Leuven, daar staat het 5-1 voor Rudy Ekman. En Eupen 3-2 voorgekomen tegen Sint-Truiden. Gaat Ulix toch nog zijn zegje hebben? Onderaan het klassement. Et là, Davis pour l'Union, mais qui perd la balle. Fernandes, Bellingham et Cancelo pour Gant. Une attaque peut-être. On cherche Mbappé, Mbappé cherche Ronaldo. Alexia Putellas qui retrouve Ronaldo dans les 16 mètres. Ça peut être dangereux. Haaland est devant le goal, mais il faut le trouver. On a maintenant aussi Mbappé qui s'est repositionné. Et on joue. Fernandes. Et ça repart vers l'arrière. On hésite un peu du côté de Gant. Nu misschien Mbappé met de versnelling. Mbappé met de 45. Mendy zit ertussen. En Mbappé voetbalt heel snel uit met Ronaldo. Dan is er wel een foutje gemaakt. Is dit een rode kaart? Het is een rode kaart voor Garnacho. Oei. Wat is er daar gebeurd? Dat de scheidsrechter onmiddellijk rood trekt. Oeh, tackle langs achteren. Ja. Pijnlijk. En dat va compliquer le match. Dat is een pijnlijke dit.
Dus Umut gaat wat moeten aanpassen, vrees ik. Fernandes met de opening. Mbappé. Dus er gaat nu wat extra ruimte moeten komen voor Union. Daar gaat Kinan optimaal moeten van proberen profiteren. Wie weet nu meteen met hem. Hem nog steeds. Nee, Kim Min-jae met de verdedigende actie. En maintenant Gant, qui peut repartir vers l'avant. À 10, mais ils ont la balle en ce moment. Et on trouve sur le côté gauche Théo Hernandez. Qui retrouve Puteas dans les 16 mètres. On hésite un peu. Bellingham, est-ce qu'on va frapper? Ronaldo dans les 16 mètres. Il peut fin de frappe. Il arrive devant le goal. Il dribble le gardien. Ah. Knappe goal hoor dit. Hele mooie goal voor Gent. En daardoor komt Umut wel terug in de partij. Ondanks de man minder situatie. Toch maar opletten geblazen voor Kinan. Un but qui va faire du bien au Umut. Après cette carte rouge, après cette première mi-temps, c'était un peu plus compliqué, ça va quand même le soulager. In Genk stond daar in Club Brugge OHL staat het telkens 5-2 voor Genk en Club in Eupen tegen Sint-Truiden. Een pittige, spannende partij. 3 tegen 3. Ulix tegen Louis. En hier heeft Umut zich terug in de partij geknokt. Mbappé nu. Krijgt hem terug van Ronaldo. Bellingham. Mooi gecombineerd. Hem. En daar de goal. Oh nee, de paal. Quel frappe. Was een goede aanval van Kinan. Umut qui s'en sort bien sur cette action de l'Union Saint-Gilloise et qui peut maintenant repartir avec Théo Hernandez sur le flanc gauche. Heeft hij eigenlijk niks meer aangepast sinds die rode kaart, sinds Garnacho eruit is? Non, c'est vrai, il a gardé son système malgré la carte rouge. Bellingham nu. En Cancelo. Dat is een goede bal hoor dit. Théo Hernandez nu met ruimte. En nu dan, Alexia Puteas, toch maar opletten geblazen, Kinan. Hier is Mbappé, daar is de gelijkmaker. Met zijn tienen komt Gent van 2-0 achter tot 2-2 terug tegen Kinan Al-Nabani. Wat een verrassing van formaat dit. Een grote surprise, même si on voit ici une belle action, une belle finition. Een grote surprise, parce qu'on a vu ce carton rouge, parce qu'on a vu qu'il était mené 2-0, mais Umut qui est resté calme, qui est bien resté dans son match. Qui n'a pas fait de changement, comme tu le disais, et qui trouve la solution pour le moment pour revenir à 2-2. Ja, gefocuste blik bij Gent. We gaan richting Eupen tegen Sint-Truiden. Daar zag u dat de tussenstand 3 tegen 3 is. Dus Sint-Truiden komt terug in de wedstrijd, Louis Caiffas, dankzij de gelijkmaker van Ronaldo. Hoe noemde jij hem? El Gordo. El Gordo. El Gordo. Die fenomeno. R9. Quel attaque. Club Brugge tegen Leuven, daar pikken we ook een momentje uit. Daar stond het 5-2 als ik me niet vergis. Dus dit wordt een doelpunt voor Leuven. Met Vinicius Junior, de voorzet komt. Perfecte bal. Mooi op de voet van Haaland. En hier wordt alles in gereedheid gebracht. Wat gaat Kinan nu doen? Kan hij op een bepaalde manier de man meer situatie uitbuiten of niet? Tussenstanden misschien. Genk, standaard 6-2. Club Brugge, OH Leuven 5-2. En Eupen opnieuw op voorsprong gekomen tegen Sint-Truiden. 4 tegen 3 voor Ulix Poloska. En hier ondanks een rode kaart voor Garnacho van AA Gent is Zoom Umut tot 2-2 teruggekomen tegen de Belgische kampioen Kinan Al-Nabani. Et maintenant Kinan, hein, vous le savez, autour de la 60e minute, il aime faire rentrer Haaland. On voit ici Ronaldo qui met Haaland. Haaland qui va forcer le duel. Ham qui récupère, mais bien défendu par Kim Min-jae.
Mbappé, minuut 65, daar zitten we in. Gaat hij proberen wat hogere druk te gaan creëren? En dat lijkt te gaan werken, want hier is Haaland. Haaland mist daar wat zijn controle, de bal te ver van de voet. En inderdaad, je hebt de indruk dat de verdedigende linie hoger staat van Union. En Zoom moet opletten, want dit is een perfecte bal op Mbappé. 3-2 voor Union. Onmiddellijk renderen de tactische aanpassingen voor Kinan Al-Nabani. En Union Saint-Gilloise komt opnieuw op voorsprong. Et l'Union, tu étais en train de le dire, qu'on sentait qu'ils étaient plus haut sur le terrain, qu'ils mettaient cette ligne défensive plus haut. Ils récupèrent une balle, une passe qui brise les lignes. Et puis Kylian Mbappé devant le but, c'est souvent goal. Mbappé dus, met de goal. En Kinan wil echt proberen om Union verder te blijven versmachten. Om Gent, beter gezegd, te blijven versmachten. Wil zo weinig mogelijk kansen bieden aan Umut om terug aan die grote rechthoek te komen. Il y a ce cliché qui dit que la meilleure défense c'est l'attaque. Et parfois c'est vrai. Mais on voit ici Umut dans les 16 mètres, mais une passe imprécise. Et Kinan qui peut repartir. Saliba opent op Mendy. Goed verdedigend werk door Theo Hernandez. De bal wel buiten voor een inworp voor Union. De laatste 20 minuten gaan in nu. Van Dijk. Sur Fernandez. Met bal intercepté. Et Gant qui repart. Avec un long ballon sur le côté gauche. On trouve ici Puteas. Qui peut trouver Ronaldo dans les 16 mètres. Un dribble, mais Van Dijk. Très autoritaire. Davies dan. Hem. Ronaldo. Ja, weer goed verdedigend werk hoor door Umut. Fernandez dan. Dat is een goede bal, lijkt me. Maar Van Dijk zit ertussen. Kim In-jae. Nog een kwartier. Et dans les autres matchs aussi, les buts continuent de tomber. On a 7-2 pour Genk contre Standard. On a 6-3 pour Bruges contre l'OHL. Et on a 4-4 entre Le Pen et STVV. Ja, Louis Kuifas komt telkens terug in de wedstrijd. Hier is nu Theo Hernandez die door kan gaan. Paasje meegeven met Ronaldo. Hier is Puteas en bijna de steekbal. Et là, Haaland qui est parti pour un 1 contre 1. Va-t-il lober? Va-t-il frapper? Il frappe directement. Il aurait dû marquer cette occasion. Il aurait pu la finir ou jouer à côté contre Ronaldo. Waar is het lobje, hè, Alex? Mais oui, ça fait des journées, des semaines, des mois que je demande un lob. Opletten hier. Strak genomen hoekschop in de handen van Van der Sar. Fernandez nu. Tot bij Hernandez. Opening lijkt net goed te gaan voor Cancelo. Kim In-jae. Hij heeft toch geprobeerd om zijn veld duur te verkopen hoor. Geweldige bal nu hier dit. Umut. Nog altijd met een man minder. En nog altijd blijft het gevaarlijk voor Kinan Al-Nabani. Kinan qui ouvre maintenant sur le côté gauche. Davies. Saliba qui retourne sur ce côté droit. Il doit utiliser les espaces ici qui joue contre une équipe à 10. Fernandez maintenant à nouveau sur le côté gauche. Davies. Goeie bal op Mendy. Ruimte voor Ferland Mendy. En Mbappé legt denk ik het doek over deze wedstrijd. 4-2. Ik vrees dat dit het doelpunt te veel is voor Zoom Umut. Een actie bien jouée par l'Union qui essayait vraiment de faire venir Gant et de trouver l'espace où on sait qu'il y a un homme libre. Et dès que ça accélère, ça va vite pour l'Union de Saint-Gilloise. Et ça fait 4-2. 4-2 Union. Dus effectief op weg naar die 12-12. Voor de derde periode titel. En veel doelpunten in Genk tegen Standard. Daar zien we Ronaldo doorgaan voor Racing Genk. En Ronaldo die gaat mooi afmaken op Ginola. Dat is een belle action. Een belle fin de frappe. Le gardien qui tombe, passe en retrait. J'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Hier in onze premiumpartij 4-2, andere tussenstanden. Genk stond daar dus 8-2. Club Brugge, OHA Leuven 7-3. En nu in de partij van Eupen tegen Sint-Truiden is Louis Kaifas op voorsprong gekomen. Daar is het 5-4 nu voor Sint-Truiden. Là-bas aussi une vraie bataille dans ce match. Alors qu'on voit l'Union qui repart avec Doku qui est entré en jeu, qui peut accélérer, peut-être entrer dans les 16 mètres. Va-t-il trouver quelqu'un? Deuxième poteau, Haaland qui peut y aller, mais une défense qui était juste alerte au bon moment. Minder dan 5 minuten nog. Fernandes. Balbezit voor Union Saint-Gilloise. Theo Hernandez nu. Van Dijk. Buitenspel van Mbappé. Wat is er nog mogelijk voor AA Gent in deze match? Doku. Nee. Oh, daar Doku opnieuw. Et gant à l'attaque. Bellingham qui ouvre sur Théo Hernandez. Va-t-il en un contre un? Va-t-il chercher un coéquipier? Il trouve Doku dans les 16 mètres. Doku qui dribble. Il n'y a pas pénalty, juste non. L'Union qui s'en sort bien, qui peut repartir maintenant avec un contre. Laatste minuut is aan het wegtikken van de reguliere speeltijd. De 90 minuten zitten er zometeen op in Union tegen Gent. En er komen 2 minuten bij. Dat is te weinig tijd voor Umut om nog 2 doelpunten te maken. Misschien nog een derde. Doku kan doorgaan. Doku, komt er een voorzet? Voorlopig niet. En een paas ook niet. Union kan uitverdedigen. En zo is Kinan zich naar een 3-punter aan het spelen. Nog een lange bal naar voren toe. Die zal geïntercepteerd worden door Van Dijk. Union Saint-Gilloise wint op deze 14e speeldag met 4-2 van AA Gent. En Kinan neemt echt wel opties op die derde periodetitel. Maar oui, Kinan qui a maintenant un 12 sur 12. À une journée de la fin, et du classement régulier et de cette période, qui part là bien et on voit une petite célébration, hein, le petit bisou sur le logo. On regarde dans la caméra, on est content et on sent qu'on n'est pas loin de ce titre de. Ah ja, hij beseft dat hij een belangrijke overwinning heeft gepakt en als hij gewoon volgende week wint tegen Royal Antwerp FC tegen Zimit, dan is hij zeker van de periodetitel. Hier. Is het 5-5 geworden? Een vraie bataille là-bas. Wel. Zo. Wat een spanning daar. In Eupen tegen Sint-Truiden. Die partij is nog bezig, net ook als Club Brugge tegen OHA Leuven. En on a ici donc le live de Eupen contre Saint-Truiden. Avec Davy sur le flanc gauche, qui a Cancelo devant lui, qui arrive à le dribbler, qui arrive dans les 16 mètres. Fernandez, va-t-on voir un sixième but de la part de Saint-Truiden? Mbappé dans les 16 mètres, mais bien bloqué par la défense. Et maintenant, Eupen au contre, mais qui perd la balle directement. Cancelo, Ginola zit ertussen. Krijgen we een winnaar of gaan we het op een puntendeling houden in Eupen tegen Sint-Truiden? De opening van Ginola op Mendy. Mendy gaat door, Mendy met de voorzet. Hij zoekt naar Haaland, terugkoppen, Ronaldo. Nee, Van Dijk zit er met een been tussen. En maintenant de l'autre côté, Ronaldo qui peut y aller pour Saint-Truiden. Il reste environ 5 minutes. On trouve Mbappé. Mbappé qui joue Bellingham. Ouverture sur Cancelo qui peut jouer. Haaland. Et on garde la balle, on cherche la faille. Fernandez. Fernandez qui retrouve. Non, c'était bien essayé, bien pensé. Van Dijk opent. Haaland kopt terug. Cancelo, minuut 88. Geen vrije trap? Toch wel. Komt er een ultieme aanval van Eupen. Van Dijk opent. En hoeveel extra tijd komt erbij hier in deze match? Bellingham. De Bruyne. 3 minuten toch? 3 minuten, Alex. Assez pour poser une dernière attaque et essayer d'aller mettre ce but de la victoire. Eupen avec Cancelo sur le flanc droit qui perd cette balle et qui donne aussi la balle à Saint-Truiden. Misschien dan een aanval van Sint-Truiden nog. 2 minuten extra tijd nog te verstrijken. Van Dijk met een bal naar voren. João Cancelo. Het wordt moeilijk voor Uliks om nog tot een aanval te komen, vrees ik. Dus hij gaat tevreden moeten zijn met deze puntendeling.
Maar is dat genoeg met hierna nog één wedstrijd te gaan? Misschien toch nog een aanval van Eupen. Stel je voor dat de Pandas toch nog zouden scoren. Neymar met de bal tot bij Ronaldo. In de zone van de waarheid. Ronaldo gaat door. En daar is nog het voetje van Cancelo. Dit moet de laatste actie van de wedstrijd worden. Een corner voor Eupen. Een corner voor Ulix Poloska. Stel je dit voor. We voir maintenant le corner qui joue directement sur Haaland et le gardien qui capte la balle. Et ce match finira donc sur un 5 partout. Match nul entre Eupen et Saint-Tron. Een puntendeling, dus geen verliespartij voor Eupen. Maar schiet hij in het klassement veel op met die puntendeling? Daar vrees ik een klein beetje voor. J'en suis pas sûr non plus, mais on le verra tantôt. Hein. En tout cas, 5-5, ça a dû être un match très, très, très rempli de stress. On a vu un Eupen à mener, Saint-Tron à mener. Les deux ont eu une occasion de finir ce match, mais ils terminent sur un partage. Ja. En er is nog één wedstrijd bezig trouwens, Alex. Genk tegen Standard is op dit moment nog aan de gang. Dus we zijn aan het wachten op de uitkomst van deze partij. Kijk eens, wat een wedstrijd. 10-4. Dat is de eerste keer dat we dus een wedstrijd hebben waar iemand 10 doelpunten scoort in één match. 10-4. Déjà juste en dessous, je vois un 9-4. 9-4, c'est déjà chaud, mais 10, wow! Ja, Gilles Bernard heeft daar dus nog een schepje bovenop gedaan. Onwaarschijnlijke uitslag daar. Ah, j'aurais pas aimé être à la place de Shadow en ce moment. Nee, hij is dus de eerste die dus 10 tegendoelpunten slikt in één wedstrijd. Crazy. Nu is ze afgelopen, zo blijkt. Ja. De goedkeurende blik van Gilles, die dus effectief zijn wedstrijd al winnend heeft afgesloten. En dan kijk ik even in mijn ooghoek naar Tom Savoldi. Hij heeft de winnaar van onze premiumpartij bij zich. Nog één wedstrijd moet hij winnen en dan heeft hij de derde periodetitel bij het Kinan. Ja, dat klopt inderdaad, maar hij zit momenteel met een groter probleem, namelijk... Oui, le 10-4, ça te met pas très bien en fait. Hein. Non, c'est vrai que ça se joue à la différence de but avec Gilles. Maintenant, le prochain match est important. Si je gagne et que Gilles gagne, ça dépend de qui met le plus gros score. Mais bon, on va essayer de toute façon d'abord de sécuriser les 3 points. Et j'espère que Gilles, de son côté, fasse un match nul ou une défaite. Et comme ça, au moins, j'ai ma deuxième place. Mais bon, le plus important, il fait. La période, elle est presque bouclée. C'est toi qui vas la gagner sûrement. C'est important pour toi aussi? C'était très important. On voulait quand même avoir un petit symbole de ce championnat. Le classement ne suffisait pas. On s'était toujours fixé comme objectif et la qualification et la période. Donc maintenant, je suis très content. On se focalise maintenant sur les quarts de finale qui vont être aussi très, très, très compliqués. Tu as joué contre Umut, à nouveau dans le championnat aussi. Il a rendu la tâche allez, pas très difficile non plus, mais quand même, il a joué un bon match quand même. Qu'est-ce que tu trouves de son niveau? Non, il était très, très fort. Franchement, il était très fort. Je ne m'attendais pas. Et je m'y attendais aussi parce qu'il a quand même fait des gros résultats. Il a battu des très bons joueurs, mais il a aussi perdu contre des moins bons. Mais dans tous les cas, tous les matchs sont très compliqués. Il faut les prendre avec la même intensité et le même sérieux et essayer de tous les gagner. Merci beaucoup, Kinan. Ja, dus het wordt niet enkel spannend aan de onderkant van het klassement, maar ook van boven voor de tweede plaats. Want zoals Kinan zei, ja, die 10-4 en die 6 doelpunten verschil zijn een ramp voor hem eigenlijk, laat ons zeggen. Dus ja, we zullen zien. Ja, Hakim, waarom is dat juist een ramp natuurlijk? Want ja, het klassement speelt een bepaalde rol natuurlijk voor die play-offs. Klopt. Tijdens de play-offs zal het inderdaad zo zijn dat degenen die het hoogst genoteerd staan een voordeel zullen krijgen, want zij zullen hun tegenstander kunnen kiezen. Dus de eerste 4, de hoogst genoteerden, krijgen eigenlijk de mogelijkheid om hun tegenstander zelf uit te kiezen van de 4 laagst geclasseerden. Dus vandaar kan het wel belangrijk zijn om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar goed, we hebben nog 1 wedstrijd, dus op zich moet hij er ook maar even 12 of 15 maken. Hè? Ja, ja, dat klopt helemaal, Hakim. Nu ja, er is heel veel gebeurd in deze 4 wedstrijden. Wat heb je allemaal meegebracht? Ik heb opnieuw, om het toch maar even te duiden, de wedstrijd van Union en Gent, natuurlijk onze premium game, meegenomen. De goals die gevallen zijn, maar ook de belangrijke momenten. On voit de nouveau, perte de ballon de la part de Kim Meunier. Et après, c'est Kinan qui essaie de trouver à chaque fois les buteurs. On cherche les buteurs. Dès qu'on arrive, pas beaucoup de pistes passes, rien du tout. Prend le ballon, touche, tire. Normalement, c'est assez facile de la part de Kinan. Il ne va pas trop faire des gestes techniques et autres. Il cherche ses buteurs et de là, il veut juste tirer le plus vite possible. Ici, de nouveau, Bellingham, Alexis Putellas, Bellingham, Fernandez, Ronaldo. Il arrive et là, c'est un rat. Il a raté ce tir après un peu de chance de la part de Kinan pour marquer. Et on en voit à chaque fois la célébration de Memphis Depay.
Kylian heeft mij weten vertellen waarom hij deze celebration doet, Matthias. En dat is eigenlijk gewoon puur omdat hij zegt van... Vroeger, vorig jaar, werd er heel veel gepraat. Ja, misschien hier nog de rode kaart, de ongelukkige rode kaart, waar hij wel goed van terugkomt natuurlijk. Maar Kylian zei, ik doe deze celebration omdat mensen vorig jaar heel veel praten omdat ik in de gemakkelijke groep zat vorig jaar. Oké. En toen praatte ze van, ja, hij zit in een gemakkelijke groep, daarom heb je kampioen van België geworden. Okay. En nu toont hij het eigenlijk weer opnieuw, ook als we allemaal samen zitten. Maar om hier even heel uit terug te komen, Ronaldo, goed verdedigd ook van Kylian in dit geval. Met een beetje geluk komt hij toch nog aan de bal, Ronaldo, van A-agent, van Zoom Umut, van Umut Tasdemir, om het zo te zeggen. En hij kan uiteindelijk afmaken. Dus opnieuw, ook een klein beetje gelukje mee. Maar hier speelt Kylian het goed uit. Linkervoet van Puteas tegen de paal. Was op zich een hele grote kans. Daar had het eigenlijk al 3-1 kunnen staan. En toen was het misschien wel boekendicht geweest. Maar nu komt eigenlijk Umut met deze prachtige paas. We hebben al veel prachtige paasjes gezien in deze hele competitie. Dat is waar. We komen hier voor Umut met Alexia Putellas. Puteas, moet ik zeggen? Puteas? Ja, dubbele L in het Spaans. En dan Mbappé, mooi uitgespeeld weliswaar. Heel mooi gedaan, scoop en daarna de bouwrol er nog eens na. En dan uiteindelijk korte hoek binnengetrapt en dan gaan we 2-2. En dan begint natuurlijk het spel van wat moet ik doen als Gent zijnde? Ga ik proberen veel aan te vallen? Ga ik proberen nog een goal te scoren? Of probeer ik het iets rustiger? Hij heeft gekozen om het iets rustiger aan te pakken. Maar de verdedigende lijn stond wel enorm hoog, waardoor je heel vaak balverlies had. Dat zag je meteen. En dan kan Kylian uiteindelijk de juiste man eruit pikken. En dan is het 3-2. En dan weet je dat hiermee eigenlijk de ban wat gebroken is. Sur ce but, on avait vu l'influence de la ligne haute qui permet effectivement de la récupérer très vite. Voilà, et aussi même en défense, c'était pas toujours juste en possession, mais aussi en défense, on voit une ligne assez haut, il voulait récupérer le ballon assez haut. Comme on joue 10 contre 11, il y a toujours une option devant le but, devant le cage, et voilà, Mbappé croisé, c'était assez simple pour Mbappé pour marquer celle-là. Mais je pense qu'on aurait vraiment besoin de ce carton rouge pour ouvrir le jeu, parce que Umut maintenant, il sortait ses défenseurs, il sort en attaque aussi, et ça montre que même avec 10 contre 11, il gère encore un match. Mm-hmm. Alors moi, j'ai très bien aimé le style de jeu de Umut. Maintenant, il doit encore devenir, comme ils disent en anglais, killer. Ouais, killer instinct. Plus méchant. Yeah. Oui, il doit être méchant dans son style de jeu. Il doit garder le ballon un tout petit peu plus pour qu'il peut vraiment... faire du mal à son adversaire. Et ça, il est encore trop gentil. Mais bon, il est hyper gentil. C'est lui qui vend des crèmes, etc. Alors, c'est normal qu'il est gentil aux gens aussi. Mais pour moi, s'il peut encore changer ça, il peut encore ajouter ça dans son jeu, moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui peut faire mal à tout le monde. Okay. We hebben het gezien, heel veel kansen. Leergeld betalen. Ja, het is zijn eerste seizoen ook natuurlijk als prof. Dus we zien hem als een rookie. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar zijn manier van doen en zijn manier van spelen, dan is het helemaal geen rookie. Nee. Hij speelt eigenlijk heel matuur. Nee, inderdaad. Hij mag het ook gaan uitleggen bij onze lijnreporter Tom Savoldi, want Zoom Umut Tasdemir staat daar klaar. Yes, ik sta hier naast Umut, ja. Je hebt net naast drie belangrijke punten voor jou. Ja, exact. Dat zijn punten echt die ik nodig heb. Ik laat ze liggen door mijn eigen. Ja, de eerste helft echt enorm slecht gespeeld. Ik besefte de tweede helft van ja, het moet beter. Dan heb ik gewoon meer mijn eigen spel gespeeld en dat ging veel beter. Ja, maar niet genoeg. Dus volgende keer beter. Ja, we zien wel dat je het moeilijk kan maken aan de topploegen ook. Dus op zich is het niet onhaalbaar om toch nog in die play-offs te geraken. Nee, zeker niet onhaalbaar. Dus alles nog mogelijk is ook nog de tweede qualifiers. Je kan ook via daar nog naar de eerste play-off gaan. Maar mijn doel was echt gewoon om een stempel achter te laten, om iedereen te laten zien dat ik hier ben om te winnen. Ik ben hier niet om te, voor de plezier, ik ben hier om te winnen. En de bedoeling is om dan beter te spelen en nog beter te worden. Ja, kan het ook liggen omdat het je nog je eerste seizoen is dat je nog die steken soms laat vallen? Ja, ik heb wel gemerkt, want ik begon eigenlijk wat beter aan de competitie. En dan heb ik wat door gebrek aan ervaring zag ik wel dat ik sommige matchen verloor. Dat moet je eigenlijk niet doen als je top 6 wilt halen. Dat zijn echt punten die ik laat liggen voor saus, zal ik maar zeggen. Maar ik denk wel dat als ik volgend jaar hier nog ben, gaat dat veel beter zijn. Met meer ervaring, meer concentratie en gaat het goed komen. Dankjewel, Umut. Ja, dus volgens Umut moet er toch nog een mirakel gebeuren om toch nog direct in die play-offs te geraken. Maar niks is onmogelijk. Ja, ik heb nog één vraag voor jou, Tom, die je kan doorspelen. De challenge was, als hij periodekampioen zou worden, dat hij met zijn ijsjes zou komen van zijn ijssalon. Dat gaat dus niet meer lukken. Dus moeten we nu een traantje laten? Gaan we geen ijsjes zien? Ik zal hem de vraag nog even doorspelen, want hij was al even weg. Maar heb je het gehoord? Ja, ik ben geen periodekampioen geworden, maar jullie zijn altijd welkom in Leuven ijsje te eten. Maar als jullie mij willen inhuren om ijs te verkopen, dan zou ik altijd wel.
Oké, voilà. Het zal niet goedkoop zijn, maar toch... Wel, misschien kunnen we de play-offs houden in zijn ijssalon. Ben oui. Win-win. Pourquoi pas. We kunnen ook gewoon allemaal daarna als het soort teambuilding langsgaan in het ijssalon. Uiteindelijk... Moi, je suis pour 100%. Voilà. Ook een goed idee. Hakim, je had nog wat beeldjes. Ik heb inderdaad nog wat beelden. Heel interessant was vooral de wedstrijd Eupen tegen STVV. En die laatste goal van Ulix mocht er zeker zijn. Ulix die Uatron speelde op het middenveld, daarna op Ronaldo uitkwam en hier... De roulette, terug naar binnen, Haaland zit lekker binnen. Maar vooral wat er mij interesseerde, was eigenlijk het volgende dat eraan komt, het volgende clipje. En het volgende clipje is eigenlijk de celebration die hij doet na het scoren. Die hebben jullie ook al kunnen zien tijdens de live. Mais on voit d'abord le... L'aigle. Pardon? L'aigle. L'aigle, ja, voilà. Daar, hè. De Kosovo. C'est aussi un joueur qui représente Kosovo à la I-Euro. Nu, ik dacht dat hij Albanese roots had, maar ik ben dus verkeerd dan. Kosovaarse. Okay. Het is wel degelijk Kosovaars en daarom ook de adelaar. Want ook... die staat normaal wel in de Albanese vlag. Ja, maar ook de, ja, de Kosovaars. Ja, oké. Okay. Vandaar de dat is, een hele politieke, dat is nog een hele andere politieke daar gaan strijd. Daar gaan we niet aan beginnen. Waar we inderdaad niet meer verder op moeten ingaan. Maar hij doet wel dus inderdaad de adelaar dat hij heel vaak doet. En dat zag je ook dus tijdens het spel Haaland ook doen. En daarna de celebration, de dance celebration. Ja. Om eigenlijk op dat moment eventjes te tonen van... Ik ben nog altijd daar. Yes, ben je niet onderschatten. We gaan eens fietsen door alle resultaten van deze 14e speeldag. We beginnen met de eerste reeks aan vier partijen. Westerlo won met 4-3 van Mechelen. We zagen een heel belangrijke zege voor Kortrijk. Tegen Antwerp 6-3. Cercle won met 5-2 van Charleroi. En RWDM ook een heel belangrijke zege geboekt in de Brusselse derby tegen Anderlecht. En in de tweede partij on a vu Eupen contre Saint-Tron 5-5, très serré. L'Union Saint-Gilloise qui gagne 4-2 contre la Gantoise. Et puis on a les scores monstres. 9-4 Club de Bruges contre Louvain. Et 10-4 de Genk contre Standard de Liège. Alright. Dan gaan we een blik werpen op het klassement. Te beginnen ook met de derde periodetitel. Heel belangrijke stap gezet door Union Saint-Gilloise. 12-12 nu. Als er volgende week door Kinan wordt gewonnen tegen Zimmet, dan pakt hij dus die derde periodetitel. En het laatste rechtstreekse ticket wat betreft dus die periodetitels naar de Champions Playoffs. Genk heeft al een periodetitel, Club Brugge ook. Dus eigenlijk moet je alleen nog kijken naar Cercle Brugge. Daar kan het nog van afhangen. Ben oui, il y a que Matax qui pourra encore venir déranger l'Union Saint-Gilloise pour cette période. Mais ce sera donc ces deux équipes qu'on va surtout suivre dans ce dernier matchday. Ja, en Cercle Brugge en Union die gaan volgende week op hetzelfde moment spelen. Dan speelt Matax tegen RWDM en dan speelt dus Union tegen Antwerp. Het algemene klassement, daar moeten we natuurlijk ook even doorfietsen. Club Brugge blijft aan de leiding met 37 punten. Dat zijn 3 punten meer dan Union en Genk. Dus voor die tweede plaats, daar is inderdaad nog een battle gaande. Betreffende ook het doelpuntenklassement, et cetera, et cetera. Plaats 4 is voor KV Mechelen. Plaats 5 is voor Standaard. En dan blijft het natuurlijk spannend voor die linkerkolom van het klassement. Westerlo, Leuven en Cercle Brugge delen allebei de punten met 22. Oui, et là, on a donc 3 équipes qui vont se battre pour cette 6e place. Hein, cette place qui pourrait sûrement signifier aussi d'arriver en play-off. On verra encore avec le titre de période, bien sûr. Mais aussi. De l'autre côté du classement, hein, on sait que pour les 3 dernières équipes, ce sera fini après ce dernier match day. Mais on a encore l'RWDM, Courtrai et peut-être Anderlecht Eupen qui peuvent encore aller se battre pour cette place. Peut-être le goal average, on ne sait pas. Ça va être chaud. Patate. Ja, die laatste speeldag die wordt coconuts crazy. Nog snel natuurlijk vooruitblikken op die 15e speeldag. Eerste reeks aan wedstrijden daar. Standaard tegen de Rode Lantaarn. Eupen, Cercle Brugge tegen RWDM, dat dus ook nog punten nodig heeft. Antwerp neemt het op tegen Union. En Sint-Truiden gaat battelen tegen Club Brugge. Dan hebben we ook nog 4 andere wedstrijden op die 15e speeldag. On a donc la Gantoise contre le Sporting de Charleroi, on a Louvain contre Malines, on a Anderlecht contre Courtrai et on aura Westerlo contre Genk, un match qui se promet très offensif. Et j'ai remarqué, on aime bien manger, hein, parce que chaud patate, coconuts crazy, spicy ici, spicy là, ça devient compliqué. Absoluut, we krijgen stilaan een hongerke, dus tijd om af te sluiten wat deze 14e speeldag betreft. Kruis jullie agenda aan, want volgende week wordt er een heel belangrijke speeldag afgewerkt. De laatste speeldag van het reguliere seizoen. Alle tickets richting play-offs, play-ins en natuurlijk ook voor de laatste plaatsen wordt er ook nog gestreden. Dus heel wat om naar uit te kijken. Extra content kunt u krijgen op ons Instagram-account iproleaguebe. Maar voor nu gaan wij er dus heel even tussenuit. Tot volgende week. Ciao.